In deze video gaan we weer kijken naar een uh, val, weer van de Euromast, maar nu niet van een steentje, maar van een, van een bal. En dat doe ik expres, want ik wil nu eigenlijk een situatie gaan bekijken waarbij ik wel rekening ga houden met uh, luchtwrijving op het voorwerp. En wat je zult krijgen als je die bal laat vallen van de Euromast, dat, daar gaan twee krachten op werken: een zwaartekracht naar beneden in de negatieve richting en een wrijvingskracht, een luchtwrijvingskracht naar boven in de positieve richting. En die krachten gaan samen zorgen dat die bal een bepaalde versnelling gaat uh, uitvoeren. Dat zal geen eenpaardig versnelde beweging meer zijn. Maar ik wil wel gaan uitvogelen hoe die beweging er dan wel uitziet. Nou, dan moet ik eerst iets kunnen zeggen over beide wrijvingskrachten. En voor luchtwrijving geldt dat die gelijk is aan uh, heel veel constantes maal v uh, kwadraat. Nou, ik heb al die constantes hier even bij elkaar geveegd in één constante, want daar gaat... Uh, deze video niet over. Ik wil het uh, vrij simpel houden: die luchtwrijving. Maar wat ik dus wel meeneem in mijn uh, model is dat de luchtwrijving, de grootte van de luchtwrijving, afhangt van de snelheid en niet zomaar, maar ook nog eens kwadratisch. Dus snelheid twee keer zo groot wordt de luchtwrijving vier keer zo groot. Voor de zwaartekracht heb ik natuurlijk ook al uh, Fz is m g. Nou, deze twee. Waarde zal ik moeten gaan gebruiken of deze twee vergelijkingen zal ik moeten gaan gebruiken in mijn model om te kunnen onderzoeken wat gebeurt er nou met die bal als ik uh, luchtwrijving mee ga nemen. En daardoor krijg ik ook een model die er weer net iets complexer uitziet dan het model uh, van uh, video 2. Want ik moet hier nu ook de krachten meenemen in mijn model. En de volgorde waarin ik zal uh, moeten gaan werken is als volgt. Ik moet eerst de uh, resulterende kracht bepalen die op die bal werkt. Daaruit kan ik de versnelling bepalen en met de versnelling kan ik de snelheid uitrekenen in de volgende tijdstap. En als ik de snelheid weet, dan kan ik ook de plaats uitrekenen in het volgende tijdstapje. Er zit hier wel een, een interessant alletje onder het gras. En dat is namelijk dat om die kracht te kunnen bepalen, ik de snelheid moet weten. Er zit hier een, een terugkoppeling in. Uh, en dat maakt het wel dat uh, wanneer je dit zou willen uitrekenen met vergelijkingen. Dan krijg je zoiets als een differentiaalvergelijking. En dat is duidelijk lastiger uit te rekenen dan uh, de voor, uh, voorbeeldjes in de eerste twee video's. En uh, hier wordt het echt wel duidelijk dat het een meerwaarde kan hebben om een numeriek model te gebruiken om de situatie te bekijken. Nou, omdat de kracht uh, samenhangt natuurlijk met de versnelling. Uh, en omdat de versnelling de eerste afgeleide is van de snelheid. Krijg ik hier dus dat ik uh, om de eerste afgeleide te kunnen uitrekenen in het volgende tijdstapje, dat ik dan de snelheid moet weten. Die twee zijn gekoppeld. Nou, hoe ziet het model eruit? Het model ziet er ook weer een stukje complexer uit dan het vorige modelletje. Ik begin dus met het uitrekenen van de krachten. Nou, eerst even de startwaarde. Er is weinig nieuws. Er zit een massa in van de bal, want ik ga nu naar krachten kijken. Dan moet ik ook de massa meenemen. En ik heb die c-waarde, heb ik gewoon iets verzonnen... En daar zitten dus al die uh, constanten in in die formule van uh, luchtwrijving. Uh, en ik heb ook uh, delta T uh, alvast uh, niet al te groot gemaakt, dus 0,01 seconde, zodat ik, een, uh, zodat ik waarden krijg die de situatie goed beschrijven. Stapje voor stapje even door het model heen gaan. In de eerste drie regels reken ik uit hoe groot is de zwaartekracht. Eigenlijk is dat een constante. Die zal niet veranderen gedurende de val. En hoe groot is de luchtwrijving? En die verandert dus wel. En dan heb je dus uh, uh, wel de, een waarde nodig voor de snelheid. En als ik die twee weet, dan kan ik ze bij elkaar optellen om de resulterende kracht te krijgen. En omdat de zwaartekracht altijd al een negatieve waarde heeft, hou ik dus ook meteen uh, rekening met de richting van beide krachten. En je zult ook zien dat de resulterende kracht altijd negatief is, omdat de luchtwrijving uh, nooit groter zal worden dan de zwaartekracht. Nou, heb je de resulterende kracht, dan kan ik met de tweede wet van Newton uitrekenen hoe groot de versnelling is van de bal. Dat is dus de volgende regel. En daarna krijg je eigenlijk een, het, het standaard riedeltje. De versnelling gebruik ik om het snelheidsverschil te bepalen. Die tel ik op bij mijn oude snelheid. Dan krijg ik mijn nieuwe snelheid. En die waarde van de snelheid gebruik ik om de verplaatsing te bepalen in de tijdstap. Die tel ik weer op bij mijn oude plaats en dan krijg ik mijn nieuwe plaats. En natuurlijk heb ik ook een stopconditie nodig. En zo is het modelletje compleet. En kan ik dus uh, gaan uit uh, laten rekenen wat er gebeurt met die bal gedurende de val. Nou, Je kunt dus hier mooi zien dat er een koppeling is tussen uh, de snelheid en de luchtwrijving. Ik moet altijd mijn snelheid in deze tijdstap gebruiken om de luchtwrijving in het volgende tijdstap te kunnen berekenen. Die twee zijn met elkaar gekoppeld en omdat er... Uh, uh, omdat A de afgeleide is van V en dus ook F de afgeleide is van V noemen we dit een eerste orde systeem. Nu gaan we ook nog even kijken hoe ziet dan de resultaten eruit. Het zou natuurlijk zonde zijn als je die niet uh, hebt bekeken. Ik laat het modelletje draaien en uh, ik heb zowel uh, de plaats tegen de tijd uitgezet als de snelheid tegen de tijd. En dan krijg je iets wat er zo uitziet. En je kunt dan meteen zien als je de waarde van filmpje 2 vergelijkt met deze waarde. De bal doet er nu 8 seconden over om te vallen. En in het vorige filmpje deed hij er 4,62 seconden over. Dus het klopt helemaal met wat je verwacht. Door de luchtwrijving zal de bal er langer over doen om naar de grond te gaan. En je ziet ook dat naarmate hij langer aan het vallen is, dat zijn snelheid op een gegeven moment niet meer toeneemt in de negatieve richting. Je gaat richting een zogenaamde eindsnelheid. En na een seconde of vijf heeft die bal een eindsnelheid bereikt van iets minder dan 15 meter per seconde. En die met die snelheid zal hij dus de rest gaan vallen.